FC Groningen moet na de wedstrijd tegen Feyenoord snel schakelen, want zondagmiddag komt ADO Den Haag op bezoek in Groningen. ADO won donderdag met 1-0 van Vitesse en staat nu op de 8e plaats in de Eredivisie met 31 punten uit 22 wedstrijden. Ja, ADO gaat op dit moment ook niet slecht, ook best wel lekker. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Groningen thuis moeten we gewoon winnen. Hoe bereid jij op een wedstrijd voor? Als je dan een wedstrijd hebt gespeeld, je hebt een paar dagen, hoe bereid jij je voor? Nou, gewoon normaal, altijd gewoon morgen hersteltraining. Daar nog gewoon goed je rust pakken, want de wedstrijd is er kort op. Dus ja, gewoon je rust pakken en dan weer alles geven op de trainingen die we trainen, waar we trainen. Vanaf morgen al gelijk al volledig focus op ADO Den Haag. Hoe bereid jij dan voor op een komende wedstrijd? Ik ga vanaf de eerste even bellen met mijn ouders, maar die wonen in Wormer, in Zaanstad. Nee, wij gaan gelijk terug naar Groningen, dus ik bel ze vanaf even en vanaf morgen gewoon weer zoals ik normaal elke dag doe. De kans is groot dat Mimoun Mahi en Samir Memicevic er weer bij zijn zondag tegen ADO. Zij ontbraken door blessures tegen Feyenoord. Ja, dat is wel de planning. Alle programma's individueel zijn gericht op dat iedereen erbij is komende zondag. Maar ook de wissels vandaag, zodat iedereen fris en fit is. En zoals het nu uitziet gaat dat lukken.